Karel de Zeur, jij hebt net The Curious Music That I Hear gedirigeerd van Otto Ketting. Ik hoorde van jou dat je dat al eerder had gedaan. Bij welke gelegenheid? Ik heb het eerder gedaan in 2012 op een zangexamen van Saskia Voorbach, die de dochter is van Gabi van Otterlo. Die... De weduwe van. Inderdaad, klopt. In die gelegenheid heb ik het stuk gedirigeerd en een paar delen eruit. Ik kan me zelfs niet... Sowieso, de swing was er zeker bij en de wind. En het is mij altijd bijgebleven. Wat maakt het bijzonder? Ik herinner mij vooral de sfeer van de teksten die zo mooi in de muziek zit. De sfeer van hoe Otto Ketting naar die teksten gekeken heeft. Bijvoorbeeld als je denkt aan de Land of the Counterpane, het land van de bedsprei, gaat het eigenlijk, je weet het niet, maar het gaat over een ziek kind. Het staat ook When I'm Sick and Lay a Bed. Die sfeer is zo mooi, de sfeer van de tekst zit zo mooi in die muziek. En ik herinner mij dat ik het toen heel plezierig vond om die muziek te dirigeren. En ik heb als dirigent een soort reflex ontwikkeld om altijd met bepaalde stukken te willen programma's maken. En natuurlijk De Wereld door de Ogen van een Kind is natuurlijk een goede link met Mahler 4 die we morgen zullen spelen. De bezetting is met een harp en een gitaar en een mandoline. Is het lastig met de balans? Helemaal niet. Het is gewoon heel vakkundig geschreven. Heel eenvoudig. En het is heel kleurrijk geïnstrumenteerd. En er is geen enkel moment dat er een gevaar dreigt dat je iets niet hoort. Het wordt zo nauwkeurig en kleurrijk ingezet dat het speelt zichzelf bijna, zou je kunnen zeggen. Je hebt het nu net voor het publiek gedirigeerd hier in het muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Zijn er nu nog na afloop van dat concert dingen waarvan je denkt, oh, dat moet ik morgen anders doen? Niet anders. Technisch gezien loopt het allemaal en het staat en iedereen weet wat te doen. Maar het is altijd goed om het even in een concertgelegenheid te kunnen spelen, om dan ook even te voelen wat de sfeer is. Waar je misschien iets langer kunt wachten tussen de delen of waar je iets sterker kunt houden. Dit zijn eigenlijk vooral aanpassingen in sfeer en dramaturgie. Want ja, technisch gezien met een ensemble van dit niveau is de zaak heel snel klaar. Gabi van Otterlo, jij was getrouwd met Otto Ketting. Je hebt dit stuk nu voor de tweede keer gehoord, want de première was in 2006. Hoe was het? Ja, ik heb het in de tussentijd inderdaad helemaal niet meer gehoord. Ik vond het erg mooi en ik ontdekte ook weer dingen die ik was vergeten. Ja, zoals in het lied The Shadow, waar dan de althobo als een schaduw de melodie volgt. En dan dacht ik van, god, wat een geweldige vondst is dat toch. En ik vond het erg mooi uitgevoerd door Ilse. Ilse Erens, ja, ja. Vlaamse zangeres. Jij was met Otto Ketting getrouwd. Sprak hij nou met jou over zijn composities? Van hoe zal ik het aanpakken? Speelde hij dingen voor? Helemaal niet. Dat was echt een heel solistische bezigheid van hem. Wel vertelde hij dan, als hij dan zoals nu op zoek was, want hij kreeg dus de opdracht van het nieuw ensemble om een stuk te schrijven voor sopraan en ensemble. Dus hij moest op zoek naar een tekst. En dan zat hij wel, dan verzuchtte hij wel van, oh, wat is het moeilijk om een goede tekst te vinden. Want soms dan vond hij een volmaakte tekst. Maar aan een volmaakte tekst heb je niks als componist. Want je moet er iets aan toevoegen. Dus hij zocht juist vooral naar situaties zoals waar de muziek dan nog een extra dimensie aan kan geven. En dat vond hij in deze versen. Het was voor het 25-jarig bestaan van het nieuw ensemble. Ja. Otto was zelf toen 70 of 71. In ieder geval al op leeftijd. Ja, hoe kwam het dat hij dan bij van die kinderteksten uitkwam? Ja, hij was altijd erg... Hij hechtte heel erg aan de kinder, aan zijn eigen herinneringen ook. Hij had best een ingewikkelde jeugd. Hij moest altijd zijn autonomie bewaren. Hij praatte ook veel over zijn jeugdherinneringen. En het leuke aan deze teksten vond hij dat het zo simpel was. Zo simpel gezegd. En dat sprak hem enorm aan. Het was tijdloos. Tijdloos en simpel. En niet sentimenteel. Want daar had hij ook een ontzettende hekel aan. Ook aan sentimentele muziek, maar ook aan sentimentele teksten. En dat vond hij juist hier geweldig. Hij is in 2012 overleden, eigenlijk bijna precies 4 jaar geleden. Je hebt een stichting Otto Ketting opgericht. Wat ga je daarmee doen?
Wij hebben grootse plannen, uiteraard. We willen een biografie, we willen een uitgebreide website waarop alle muziek van Otto te vinden is en alle artikelen, alle laatste nieuwtjes. En we willen een cd-box en we willen natuurlijk zijn muziek zoveel mogelijk ten gehoor laten brengen. Dus dat is ook een heel belangrijke taak voor de stichting, de muziek van Otto te laten uitvoeren. Hebben jullie hier in dit concert ook de vinger gehad? Nee, hier hebben we niet de hand in gehad. Dat is een mooie opsteker, een mooi beginnetje van een nieuwe kick-off voor Otto Ketting. Zeker. Alejandra Castro, jij doet PR en promotie voor de componisten bij Duis Music, waar Otto Ketting is ondergebracht. Wie was Otto Ketting? Otto Ketting is een hele belangrijke, maar vooral heel veelzijdige componist geweest uit de jaren van de 20e eeuw. Tijdgenoot, generatiegenoot ook van Louis Andriessen. En hij heeft ontzettend veel, en wat ik al zei, veelzijdige muziek geschreven. Dus zowel symfonieën, veel kamermuziek, opera's, maar ook muziek voor film. Hij heeft met Bert Haanstra ook samengewerkt. Hij heeft de opdracht gekregen om de opera te schrijven voor de opening van het muziektheater in Amsterdam, de Stopera. Ithaca heette die, hè? Ithaca, de opera Ithaca, inderdaad. Hij is veelvuldig door het Concertgebouworkest gespeeld. En ja, we zijn heel blij om zo'n grote componist in ons fonds te hebben. En hoe is het nu met de waardering? Hij is nu 4 jaar geleden overleden. Vaak zie je dan dat het inzakt met de belangstelling. Hoe is dat met Ketting? We zijn natuurlijk heel blij nu dat Ketting nu bij de Vrijdag van Vredenburg, of Afro Tros Vrijdagconcert heet het nu, gespeeld wordt. Dit is altijd inderdaad even een teruggang, maar we zien ook wel dat Otto Ketting sowieso door heel het muziekleven gewaardeerd en gekend is. Dus ik denk dat niet iets is wat gaat verdwijnen. Sowieso houden wij natuurlijk ook alle programmeurs warm met nieuwe muziek en met de muziek die in ons fonds zit. Dus ik geloof niet dat verdwijnen zal. U heeft net liederencyclus gehoord, The Curious Music That I Hear van Otto Ketting. Wat vond u ervan? Prachtig gezongen. En heel mooi gespeeld uiteraard. Maar ik heb altijd een probleem met orkest en liederen, omdat je dan de tekst niet zo goed verstaat. Maar dit was een heel klein orkestje, hè? 12 man maar. Zeker, en de zangeres articuleerde uitstekend. Maar ja, dat blijft mijn bezwaar daartegen. Ik heb hier weinig aan toe te voegen. Ik vond de muziek ook erg boeiend. Prachtige kleuren geheel. En ja goed, de tekst kon ik inderdaad ook niet verstaan. Maar ik vond de muziek heel boeiend. Ik moest er heel erg aan wennen. Het is niet iets dat in mijn gehoor ligt. En ik kon ook niet goed de tekst verstaan. Het is zo heel mooi, maar de woorden kan in mijn gehoor liggen. Dus dan kan je ook niet zo goed de tekst en de muziek bij elkaar plaatsen. Ik vond het ook heel mooi. Ik vond met name haar stem heel erg mooi. Ze heeft een prachtige stem voor zo'n klein iel vrouwtje. Het is een moeilijk toegankelijkere muziek voor mij. Minder harmonieus dan je gemiddeld gewend bent. Ik ben maar een amateurluisteraar. En ik moet wennen aan de klanken. Maar ik begrijp wel dat het modern is. Maar ik geloof niet dat ik het in mijn cd-verzameling op dit moment zou willen hebben.